De net 18-jarige rapper Aris, oftewel Rens Ottema uit Oosterhout, heeft vorige maand een contract getekend bij platenlabel Top Notch van Kees de Koning. En is hier vandaag de gast. Welkom, Rens of Aris? Doe maar Aris. Aris, hoe kom je aan die naam? Die naam, dat is heel stom eigenlijk. Die stond gewoon een keer in een geschiedenisboek. En toen dacht ik, dat is wel een leuke naam. En weet je ook wat die betekent? Het is de benaming voor de Griekse variant van Mars, dus de god van de oorlog. Kijk, oké. Goed, Top Notch van Kees de Koning is eigenlijk een platenlabel waar iedere rapper heel graag bij wil horen. Gersper Doel zit erbij, Fresco zit erbij, The Opposite, de jeugd van tegenwoordig en jij nu ook. Ja, gelukkig wel. Hoe kwam dat zo? Het is allemaal begonnen toen ik op een gegeven moment een singeltje had uitgebracht. In februari van dit jaar. Toen kreeg ik een berichtje van Farid, van een medewerker van Top Notch. Die zei, hey, ik ben fan, zullen we een keertje bellen en ik ben benieuwd naar je plannen. Leuk. Dus toen ben ik met hem in contact gekomen, heb ik een aantal gesprekken gehad. En toen was het meteen al goed. Toen dacht ik van oké, hier wil ik wel verder mee. Maar wat zijn de grote voordelen voor het aansluiten bij een groot label? Nou, er zijn een aantal dingen die in mijn plaats, zeg maar, dat is bij iedereen verschillend heel belangrijk zijn. Dat is dat ik best wel jong ben en ik studeerde nog. Ik ben nu niet meer, maar ik had gewoon heel weinig geld om te steken in mijn muziek. Dus alles wat ik deed ik zelf. Ik maakte mijn videoclips zelf, mijn voorkant van singles. Alles deed ik gewoon zelf. Ik mixte het af en nu kom ik gewoon in aanraking met professionals die mij dat werk uit handen kunnen nemen. Dat is wel een heel groot voordeel voor mij. Oké, nou, het begon eigenlijk allemaal een beetje te rollen voor jou toen je meedeed aan het programma van BNN, The Next MC. Daar hebben we ook wat beelden van. Laten we even kijken naar een stukje. Ja, top. Hey. Hey, de meeste rappertjes zijn shorttrackers. Ik ren die lange afstanden en breng de mensen niet altijd wat ze verwacht hadden. Maar fuck dat, dat maakt mezelf dan weer apart. Zweef boven de meeste rappers hoog als een apart. Blanke boer in Randstad, Brabant is het landschap. Trap hard en pak dat vast dat in mijn hand past. Weet je wat ik fucking tof vind aan jou? Echt. Jouw uiterlijk kan je misschien tegen je hebben. Weet je, ik heb het net gezegd, je hebt misschien iets... Nee, even serieus, je hebt misschien iets Justin Bieber-achtigs. Mensen onderschatten je. Maar als jij op het podium staat, je beheert je tekst. Je delivery is goed, ik hoor punchlines. Hé, vriend, ik vind gewoon dat jij tot nu toe gewoon de hardste bent. Klaar, man, hou op, man. Geweldig commentaar ook, inderdaad. Was blij, het was het programma van BNN dus, waarin ze raptalent zochten. Hoe goed heeft dat voor jou uitgepakt? Nou, eigenlijk, ik heb het niet gewonnen uiteindelijk. Ik was tweede. En het heeft eigenlijk uitgepakt alsof dat ik het wel had gewonnen. Opeens kenden mensen mij en had ik luisteraars. En vanaf dat moment werd ik ook door de hiphopbladen en zo allemaal geplaatst. En uiteindelijk heeft dat er eigenlijk ook voor gezorgd dat ik me in de schijnwerpers van Top Notch heb kunnen werpen, denk ik. Ja, maar het is best wel een stap, lijkt me, want het is best een grote wereld. Je moet het echt goed doen. Nou ja, je werd in eerste instantie op je uiterlijk aangepakt. Wat doet je dat dan op het moment dat je daar zo staat? Nou ja, ik wist eigenlijk toen ik daar meedeed, was ik denk ik net 16 geworden. En ik wist allemaal niet dat het me ging overkomen. Ik mocht eerst ook niet eens komen naar de opnames. Dus dit is al 2 jaar terug? Ja, dit was vorig jaar in februari. Oké. En ik weet het. Ik wist niet wat er ging gebeuren. En ik wist ook niet wat ik ervan kon verwachten. En toen het allemaal opeens gebeurde, was het meer van oké, vet. Ja. En, het is ook wel een stukje durf, lijkt me. Je moet jezelf laten zien. Wanneer dacht jij voor jezelf van oké, ik kan dit eigenlijk best wel goed? Ik denk dat moment al wat langer geleden was toen ik een keer ging optreden in Breda. En de broer van een rapper uit Brabant, waar ik fan van was, Fotosynthese. Ik droeg zijn shirt toen en zei hij, ja, ik vind jou echt tof, we willen met jou gaan samenwerken. En eigenlijk ben ik daar begonnen met mezelf serieus nemen. Toen dacht ik van, oké, misschien kan ik er wel iets van maken. Ja, want voordat jij naar Top Notch ging, zeg maar, was je bezig dus met andere clips, andere dingen. Daar hebben we ook nog wat beelden van een clip van jou. Gaat er nu veel veranderen, nu jij bij Top Notch zit? Ik denk dat ik gewoon in eerste instantie mijn clips niet meer zelf hoef te maken. Dus dat komt er ook al beter uitzien. Hoewel ze er wel heel leuk uitzien, als je dit zo ziet. Ja, maar het is wel heel... Je kan gewoon echt wel zien dat ik dit zelf heb gedaan met een paar vrienden. Beetje vintage. Ja, dat is ook mode. Maar goed, ik denk wel dat de nieuwe clip die ik bij Top Notch ga uitbrengen een stuk professioneler is. En dat ik wel heel veel toffe dingen nog in de toekomst mag doen. Maar je bent gestopt deze week met de Rock Academie. Waarom dat nou? Ik zat daar op school en het komt er eigenlijk een beetje op neer dat je hebt eigenlijk twee kanten van de opleiding. De ene kant is de praktijkopleiding en dan kwam ik naar school en dan zei een gast die een workshop kwam geven, zei tegen mij... Ja, het is allemaal goed, kan je niks meer leren, ga maar weer weg. En dan was ik daar helemaal naar school gekomen met de bus voor 10 minuten. En aan de andere kant had je de theoriekant. En dat had ik een beetje laten versloffen door alle dingen die ik buiten school had. En dat vooral met Top Notch. En
ik stond er toen eigenlijk zo voor van oké, ik moet iets gaan doen nu, maar dan moet ik mijn muziek laten vallen. En toen dacht ik van, ja, ik moet nu wel een keuze maken en ik wil dan liever voor muziek gaan. Ja, je gaat er nu voor. Als je dan nog een wens zou mogen hebben, met wie zou je dan heel graag een keer een nummer samen willen doen? Het liefste met Big Two van The Opposites. Omdat ik daardoor ben begonnen met rappen en ik ben wel erg fan van zijn werk. Oké, nou ja, dromen zijn we voor gedeeld uitgekomen, dus dit moet dan ook nog wel lukken. Wie weet. Heel veel succes, Aris, dankjewel.